Hallo allemaal. We gaan het vandaag hebben over tempo, ritme en maat. Als het goed is, weet je aan het eind van het filmpje wat een vierkwartsmaat is, wat een maat is, wat een hele noot is, een halve noot, een kwartnoot, wat achtste noten zijn. En wat er gebeurt als je sneller gaat in de muziek en als je langzamer gaat. We gaan eerst eventjes het volgende ritme met elkaar klappen. Ik laat het even zien. Kijk, je ziet hier op het scherm allemaal zwarte bolletjes met een stok. Zo'n muzieknoot heet een kwartnoot, daar hebben we het straks even over. Maar we gaan hem eerst klappen. En dat doen we met behulp van muziek. Muziek laat ik horen, jullie gaan met me meeklappen. En je zult merken dat er op een gegeven moment een versnelling is en dat er op een gegeven moment een vertraging is. Daar gaan we. Deze muzieknoten er hetzelfde uitzien, duren ze ook allemaal even lang. Eigenlijk kun je het vergelijken met je hartslag. Eigenlijk is het dus ook geen ritme, maar wat hier staat is de maat. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar gedurende dit filmpje wordt je dat wel duidelijk. Nu gaan wij naar het volgende voorbeeld kijken. Dit voorbeeld gaan we proberen te klappen zonder dat ik er iets over uitleg. De muzieknoten zijn verschillend. Dus het ritme wat je klapt gaat niet meer, zoals net, de hele tijd hetzelfde. Je moet precies klappen wanneer het wijzertje de muzieknoot aanraakt. Dat betekent dus dat je soms maar één klap doet en dat je dan even moet wachten. Doe je best, je ziet mij niet in beeld. Ik ben benieuwd of het lukt. Succes! Als het goed is, heb je nu dit ritme geklapt. Ik ga nu kort iets vertellen over hoe dit allemaal werkt. Je ziet hier dus muzieknoten en die staan allemaal van die lijntjes, de notenbalk. En je ziet ook rechtopstaande streepjes. Die streepjes die zal ik even groen maken en die heten maatstrepen. Kijk, ik zal ze nog even zo. Kijk, nu worden ze groen. Dit zijn de maatstrepen. Als die maatstrepen er niet zouden staan, is het heel moeilijk om overzicht te houden. Dan zouden alle muzieknoten achter elkaar staan en dan is het lastiger om te lezen. Die muzieknoten die staan in zogenaamde maten. Die maatstrepen geven aan waar de maat eindigt. Ik heb hier de eerste maat heb ik een hok omheen gezet en ook om maat 7. Het ziet er zo uit. Maat 1 tot en met maat 8.
Aan het begin van een muziekstuk zie je altijd een paar getallen staan. Nou, niet altijd. Soms staat er ook een symbool. Maar heel vaak zie je bijvoorbeeld staan 4-4 of 2-4 of 6-8. Nou, in dit geval staat er 4-4 en het onderste getal betekent hoeveel tellen de hele noot duurt. De hele noot die ziet er zo uit. Kijk, hier zie je hem. Dat is die muzieknoot waar geen steel aan zit. Die muzieknoot duurt in dit geval 4 tellen. Ga ik even terug. Het bovenste getal geeft aan hoeveel tellen er in één maat zitten. Dat is in dit geval toevallig ook 4 tellen. Dus een hele noot van 4 tellen vult een hele maat. Nou, de helft van 4 is 2. Kijk, laat ik even zien. Zo'n muzieknoot waar een steel aan zit, heet een halve noot. Die duurt dus 2 tellen. Dit is een kwartnoot. Die duurt dus maar 1 tel. Hele noot is 4 tellen, halve noot is 2 tellen en een kwartnoot is 1 tel. Nou heb je hier ook nog de achtste noot, die zit in dit geval aan elkaar vast en samen duren ze ook 1 tel. 1 achtste noot duurt een halve tel. Goed, we gaan nu nog een keer dit ritme klappen, alleen zit er ook een versnelling in. Nogmaals, je kunt mij niet zien, dus je moet zelf proberen het ritme te klappen en ook de versnelling toe te passen. Heel veel succes! Ik hoop dat het allemaal gelukt is. Je kunt strakjes nog een keer luisteren naar hetzelfde muziekje als net. En misschien kun je wel zelf een ritme verzinnen. Dat kun je bijvoorbeeld op papier verzinnen. Dan teken je dus ook maten van steeds 4 tellen. En die vul je dan dus op met de juiste noten. En dan kun je kijken of je door het muziekje je eigen bedachte ritme kunt spelen. Nou, in een ander filmpje komen we nog wat uitgebreider op dit onderwerp terug. Voor nu zeg ik dag!